Welkom bij Onverwacht Innovatief. In deze aflevering over AI en inclusie spreken we met Ilse Marië, professor aan de VUB. Zij wordt geflankeerd door Rob Heijman, Lead Kenniscentrum Data en Maatschappij bij IMAX Smit VUB. Veel luisterplezier! Welkom Rob en Ilse. Rob, ik ga even bij jou beginnen. Wat is het Kenniscentrum Data en Maatschappij precies? We zijn een initiatief van de Vlaamse overheid, dat deel uitmaakt van Vlaanders AI. En wij zorgen ervoor dat alle kennis die er nodig is om Vlaamse AI ethisch en juridisch correct te maken, voorhanden is, zodat iedereen daarmee aan de slag kan. Oké, okay. en hoe lang bestaan jullie al? Wij bestaan sinds 2019. Oké, okay. oké, okay. en hoe lang zit jij al bij het uh, centrum? Van het prille begin. Oké, okay, ja. super, dus je hebt echt de begindagen uh, ook van artificial intelligence mee. Uh... Meegekregen. Ja, de begindagen denk ik niet, die zijn van 1960, ja. maar wel het begin inderdaad in Vlaanderen van, van integratie, het digitale programma. zeker wel. Ja. Oké, okay. spannend. Welkom ook Ilse. Ik ga je aan jou even beginnen met de vraag: wat is digitale inclusie precies en wat is het belang daarvan? Um, dus wij gaan bij digitale inclusie altijd uit van twee uh, uh, sporen. Enerzijds gaat dat over het ondersteunen van burgers in het ontwikkelen van wat wij noemen hun persoonlijke digitale norm. Wie wil ik zijn in de digitale maatschappij? Wat is voor mij een meerwaarde in mijn dagelijkse routines en praktijken? Uh, welke dingen heb ik niet nodig? Heb ik geen kinderen? Moet ik geen smart school kunnen gebruiken, bijvoorbeeld? Uh -huh. En dan het tweede, uh, en dat is vandaag het allerbelangrijkste, uh, is hoe ondersteunen we mensen in het omgaan met de maatschappelijke digitale norm? Eigenlijk hetgeen wat van de overheid uit, bedrijven uit, uh, naar beneden wordt en waar we verplicht worden om in mee te gaan. Uh -huh. Dus het is altijd op die twee sporen dat er eigenlijk wordt nagedacht over oplossingen en dat kan gaan over uh, trainingsprogramma's, opleidingen, digicoaches op de werkvloer, digibuddies, noem maar op. Oké. Okay. En wat is de situatie vandaag van digitale inclusie in Vlaanderen? Dus ik denk dat er twee zaken zijn. Aan de ene kant zie je dat 46% van de Belgen is digitaal kwetsbaar. En dat cijfer is sinds corona gestegen, van 40 naar 46. En dat is omwille van het feit dat de ontwikkeling van de digitale vaardigheden de snelheid van digitalisering niet heeft gevolgd. Mm -hmm. En dat er ook nieuwe type vaardigheden worden gemeten die te maken hebben met online safety. En daar zie je dat de Belgen zeer slecht scoren. Eh, aan de andere kant eh, zijn er eh, qua investeringen in oplossingen eh, enorme eh, ja, stappen voorwaarts gezet door de Vlaamse overheid. Ik denk dat er in totaal een, ja, ik, ik ken het exacte bedrag niet, maar het gaat om meer dan 500 miljoen euro, dat voor de eerste keer ooit eh, substantieel in digitale inclusie is geïnvesteerd. Zowel in onderwijs als eh, sociaal werk als lokale besturen enzovoort. Ja, en daar ga je toch ook wel een positieve impact van zien op langere termijn. Erop haalde er net ook aan: van, hè, er zijn zo mensen die carrément zeggen zeggen, het is niet meer voor mij. En ik merk dat zelfs bij mensen van mijn leeftijd, die dat zeggen van, oh uh, nee, dat is te moeilijk en zo. Maar bijvoorbeeld, hoe krijg je die mee? Uh, kun je ze gaan op Allee, Dan kun je wel die initiatieven gaan geven en die opleidingen geven. Maar dan denk dat is ik omdat in je dingen, in je inclusie-initiatieven, vertrekken ze altijd vanuit de persoon. Wat heb jij nodig en wat kan voor je een meerwaarde zijn? Mm -hmm. Een heel goed voorbeeld is de chef. De chef is een mandenvlechter en de chef zegt, ik heb dat allemaal niet nodig, ik vlecht gewoon graag manden. In een, in een punt is er dan een begeleider die zegt, chef, wacht eens, ik heb iets voor u. Die gaat met chef naar YouTube, die tikt daarin technieken en er is een wereld open gegaan voor de chef. Die zegt, fantastisch, dat moet hij hebben en daar moet op inzetten. Als ja. iemand dat beginnend fotografisch zegt van AI, dus is niks voor mij. Nee, laten zien wat dat AI kan mm -hmm. doen en hoe dat je je artistiek werk kunt verbeteren. Dan, en daar gaat dat over. Ja. Maar dat is heel intensief, hè? als je het zo één op één moet... Dat, moet daar, ja, ja, want dat is het ook. Ja, je zegt het zelf al, hè? mensen meekrijgen in die digitale transformatie die er gebeurd is. AI verandert onze wereld razendsnel. Het gaat echt enorm, enorm snel tegenwoordig. Wat zien jullie als uitdagingen de komende jaren? Ja, een van de belangrijkste uitdagingen in de komende jaren is denk ik AI erkennen voor wat het wel is en wat het niet is. Mm -hmm. het gaat, als we het over AI hebben, gaat het snel, verandert het veel, gaat het een grote impact hebben en dat creëert veel uh, angstreacties, zeker denk ik op thema inclusie, waardoor mensen zeggen dit is misschien niet mijn verhaal of dit is misschien zelfs niet mijn toekomst voor mij. Uh, hier is geen plaats voor mij in de maatschappij, terwijl als we dan kijken naar hoe dat AI wel verandert. Is dat eigenlijk heel traag? Uh, misschien is de metafoor beter van. Het gaat, het gaat eigenlijk redelijk rustig en er komen bij mondjesmaat nieuwe dingen bij. En die bouwen enorm verder op wat we al deden. Mm -hmm. AI is niet mogelijk zonder sociale media. Om een voorbeeld te geven, we waren al heel veel data aan het genereren. En die mm -hmm. data kunnen we nu gebruiken voor AI. Dus digitalisering was al de stap daarvoor. En AI mm -hmm. is eigenlijk een intensere digitalisering um, die wordt verder gezet. Dus daarin. Ja, is de grootste uitdaging mensen vooral vertrouwd maken en zeggen: van Kijk, als je naar de supermarkt gaat, als je een smartphone hebt, dan gebruik je op dit moment eigenlijk al heel veel vormen van AI. Ik doe die van mij open met gezichtsherkenning. Nou, dat is een keigoed goed voorbeeld van biometrische imaging om iemand te herkennen en zeker te zijn dat het niemand anders is. Ik heb een getrouwheidskaart, daar worden uh, producten aan gekoppeld. Mm -hmm. Dat wordt al lang geautomatiseerd gedaan. Ik vind dat ook wel goed dat er niemand zou kijken naar mijn aankopen, maar. Ja, dat gebeurt dan via een algoritme en dat is eigenlijk ook nog een vorm van artificiële intelligentie. Mm -hmm. Dus mensen daar ja, vertrouwd mee maken en zeggen: kijk, er gaan een aantal dingen veranderen, maar eigenlijk zijn we daar al heel lang mee bezig. En de dingen die dat je niet meer ziet als AI, hè, de, dan doen we gewoon onze computer, onze gsm, doen die dingen gewoon. Daar moeten we het terug over hebben, zodat voor iedereen vertrouwder wordt en duidelijker wordt dat die dingen ook heel gewoon kunnen zijn en, en helpen. Dus eigenlijk het onzichtbare een beetje zichtbaar gaan maken. Ik zag jou ook bevestigend knikken, Ilse. Ja, ik denk dat daar inderdaad, qua inclusie. Um AI op dit moment eerder inderdaad schrikwekkend is en afschrikwekkend is. Um, en dat eh, ik denk ook een van de onderliggende redenen is dat het technologisch fatalisme, eh, zoals het genoemd wordt door, in de digimeter door IMEC, eh, dat dat stijgt, ook bij jongeren. Eh, dat is dit jaar al, ik denk al, 19% van de jongeren die zeggen het is te veel, het is te snel, het is te alomtegenwoordig. En de onbekendheid van AI is daar onderliggend aan. Um, mm -hmm. En dat gaat dan inderdaad... Eh, want we krijgen, ik krijg uiteraard heel vaak de vraag... Het gaat bij digitale inclusie nog over mensen die leren werken met een muis. Wat met AI en hoe ga je die mensen ooit meekrijgen in dat verhaal? Dat gaat over inderdaad vertrouwdheid, het bekendmaken, het expliciteren van ja, de manier waarop vele mensen het eigenlijk al gebruiken zonder dat ze het weten. Als je daarop verder mag bouwen, Ilse, het goede is: je zei ja, het is interactie. Mensen nog leren werken met een muis. Een voordeel is wel dat AI uh, ja, een nieuwe interface ook geeft om te reageren met computers ja, of te praten absoluut. met computers. Ja, wat de Serial en andere digitale assistenten, um, ik zeg niet dat die al supergoed werken, maar dankzij generatieve AI en, en de manier waarop dat bijvoorbeeld een ChatGPT uw intentie kan begrijpen en dan een antwoord kan geven, dat ook echt wel klopt. Zie je wel dat, ik denk ook met Copilot bij um, alle Microsoft-producten, ja, dat we een nieuwe interface krijgen. We gaan ineens dingen aan onze computer kunnen vragen. Dus er is ook wel een, een heel grote kans, denk ik, voor AI om inclusie een deel op te lossen. Ik denk dat we daar moeten zeggen: een deel, want het zal niet alleen uh, de interactie zijn uh, met computers of met uh, digitale uh, services die we moeten verbeteren. Er is ook nog een attitude, een kennisprobleem, ondersteuning die dat ook verder mee opgelost moet worden. Mm -hmm. Dus AI kan eigenlijk wel helpen om de kloof te dichten in die zin dat het, zo, dat het gemakkelijker kan worden om met digitaal te werken. De vraag is ook, wat, wat is de kloof? Hè? Allee, ik denk, het voorbeeld van de vluchtelingen geeft een deel van de kloof aan. We hebben hier keihard informatie om mensen te helpen, maar die is niet in de juiste taal. Je hebt geen toegang. Allee, dat is echt de eerste exclusie, denk ik, daar van uw maatschappij. En daar kunnen we zeggen dat AI wel meteen um, helpt van die kloof... Ja, nauwer te maken terug of te overbruggen, omdat je al die vertalingen kan gaan doen. Het lijkt me niet ondenkbaar dat je aan ChatGPT of andere generatieve AI binnenkort kunt vragen: schrijf alles in de stijl voor deze krant, zoals wat liefst. Het doet. Dus dat het veel toegankelijker wordt. Dat zou allemaal kunnen. En zo kan die kloof ook dicht gemaakt worden. Um, het moet niet allemaal direct um, als eerste lijnshulp zijn. AI moet niet direct helpen om mensen prompts te maken. AI kan eigenlijk ook ingezet worden om de hele Maatschappij uh, toegankelijker te maken of toch op zijn minst de overheid toegankelijker te maken? Ik de, als ik daar hè, op mag reageren, ik denk belangrijk hier met AI is dat het inderdaad um, vraagt om oplossingen um, voor de hele laag van de bevolking. Ook voor jongeren hè, op de universiteit leren omgaan met in, uh, hoe kan ik chat uh, uh, GPT gebruiken in, het, in mijn voordeel. Eh, als ik opdrachten heb voor, voor onderwijs, in plek van ervan weg te lopen, of zelfs docenten, eh, om ervan weg te lopen. Er zijn uiteraard heel veel discussies gaande daarover. Maar dat hij echt wel vraagt om oplossingen op de werkvloer ook. Welke digitale competenties zijn er nodig om met AI aan zich om te gaan? Nou, voor mij is uh, ja, de eerste een niet-technische. Ik denk dat dat morele mondigheid is. Of ja, burgers zien, als er iets niet juist werkt, van een niet als normaal te zien. Een van de grootste problemen. Dat we met technologie hebben, is dat technologie nooit terugpraat. Als er ergens een verkeersdrempel staat, ja, dan is dat onvermijdelijk. We gaan die niet zelf verleggen. Mm -hmm. um, verkeersdrempels zijn moeilijk aan te passen. AI-modellen zijn soms ook moeilijk aan te passen, maar al een stuk minder moeilijk. Als er iets niet werkt, moeten wij vooral uh, daar meer over praten en zeggen dat we daar niet mee akkoord zijn of dat het mm -hmm. anders moet. Um, ja, ingenieurs maken enorm veel oplossingen, maar ze zij zijn vaak niet de domeinexperten. Je hebt iemand nodig die zegt: dit is hoe je een probleem. In onze branche of sector oplost, werkt dat wel. Dus dat is een eerste. Mm -hmm. En die verontwaardiging is denk ik heel belangrijk, want we gaan uh, met AI onvermijdelijk uh, nog meer digitaliseren, wat ook wil zeggen dat alle aanspreekpunten van de overheid bijvoorbeeld nog digitaler gaan worden. Hè? Want de inputdata, of wat een AI-systeem is, is een computersysteem, moet digitale um, aansturing krijgen. Wat maakt dat er nog minder analoge. Um, Kanalen zullen overblijven, want daar moet elke keer nog iemand tussen zitten dat die vertaling van analoog naar digitaal mm. maakt. Dus je zou kunnen zeggen, het zijn eigenlijk de digitale competenties die nodig zijn. Of als je kritisch ingesteld bent, nee, je zou ook eigenlijk kunnen zeggen, er zijn een aantal basisdiensten die dat we altijd analoog zullen moeten kunnen blijven aanbieden, gewoon omdat ze zo cruciaal zijn. Uh, en daar moeten we wat mee oppassen, dat we daar zien, dat we genoeg verontwaardigd blijven en ons vragen stellen, is dit wel echt zo'n mm -hmm. zo goede oplossing? Uh -huh. um, of, of is er nog een alternatief dat analoog minstens even goed werkt? Uh -huh. Ja, ik denk dat dat inderdaad... Het, het idee van je click-call connect is, denk ik, cruciaal. En het, het ja, niet per se willen digitaliseren van elke type dienst. Er zijn bepaalde zaken waar mensen een een-op-een... Ja, bevestiging nodig hebben van het is in orde als het gaat over schulden, schuldbemiddeling of dergelijke of als het gaat over ik heb geen woning en ik wil een woning vinden uh, dat zijn zaken waar ja, ja mensen vertrouwen moeten hebben in een, in in de persoon of in het systeem erachter um, wat bedoel je precies met Click Call, Connect? Click call, Connect, de Vlaamse overheid past dat nu al toe. Hè. Dus het idee van. We, leiden, we zorgen dat er een, een digitale oplossing is, een website, applicatie en dergelijke meer. Bij de Vlaamse overheid is dat vanuit Digitaal Vlaanderen, mijn burgerprofiel enzovoort. Hè, die dat dan nu website, maar ook op app gebaseerd is. De call wil zeggen, we zorgen dat mensen telefonisch ergens naartoe kunnen. Dat is de 1700-lijn. Waar een heel back-office systeem achter zit voor alle vragen met betrekking tot de Vlaamse overheid. En dan heb je je connect, waar je één op één, en dat is dan je lokale besturen, waar mensen één op één hulp kunnen gaan vragen. Als je kijkt naar de digitaal kwetsbare groepen, hoe belangrijk is persoonlijk contact daar in de begeleiding? Absoluut. Ja, ja, ja dat, is, dat blijft. Mm -hmm. dat blijft. Dus bijna bij heel, zeer kwetsbare individuen is dat één op één. Mm -hmm. En dan nu zie je ook al groepen van vijf of zes mensen enzovoort. Nee, dat is absoluut, een absoluut mm -hmm. uh, zeker. En daarom dat de oplossingen ook lokaal zijn. Uh, er is geen one size fits all voor digitale inclusie. En omdat het gaat over ja, men, mensen helpen met hun persoonlijke vragen en dergelijke meer. Dus die één op één relatie is zeer belangrijk. En dat zie je ook terugkomen in. De manier waarop het wordt uitgewerkt lokaal, of in de digibanken, of, of uh, in ja, uh, loophuizen, armoedeverenigingen, uh, digipunten, noem maar op. Uh -huh. uh, daar zit dat echt op die één op één begeleiding. Uh -huh. ja. En dat heeft te maken ook met vertrouwen. Je ziet eigenlijk, ik denk dat je met AI dezelfde. Denkoefening en reflectie gaat krijgen als met bijvoorbeeld uh, privacy en online banking bijvoorbeeld. Mensen die denken: Oh nee, ik ga geen app installeren van de bank, want dan gaan ze, aan, gaan ze al mijn geld pikken. Nee, en daar zie je dat uh, begeleiders daarop inspelen en uitleggen wat phishing is, hoe dat je phishing kunt herkennen. Mm -hmm. Het, hoe kan ik mensen meenemen in een verhaal op een positieve manier en ze toch tegelijkertijd ook aandacht geven voor inderdaad wel de gevaren, uh, de foute mogelijke data of dergelijke meer. Mm -hmm. Dezelfde stof. Soort interactie ga je krijgen rond AI, op dat persoonlijke niveau. En dat is in een één op één. Ja, ik was aan het luisteren, Ilse, naar uw verhaal. En ik dacht, ja, die begeleiding, daar, daar is ook nog iets interessants. Alleen een vraag die de Vlaamse overheid zich nog veel kan stellen. Het gaat inderdaad over het automatiseren van de backend. Ik hoop inderdaad om systeem efficiënter te maken en daar ook wel. Tijdwinst te maken. Maar dan rijst de vraag: wat doen we met die tijdswinst? En, en dan wordt ook wel het verhaal van Ilsen heel belangrijk: van, ja, misschien moeten we de mensen die een anomalie zijn, mensen die een, een minderheid zijn, die dat al moeilijk hebben, ja die meerwaarde dat we dan creëren met de automatisering van de 90%, die mooi passen en conform zijn met onze systemen, ja, die hebben geen extra hulp nodig. Maar wat gaat er dan gebeuren met die tijdswinst? Gaat die dan? naar de mensen waar Ilsen het over heeft, die die extra hulp gaan nodig hebben omdat ze totaal niet passen in die 90%. Of gaan we daar zeggen, nee, daar rapporteren we dat de overheid veel meer agile of, of slanker is geworden. En voor die 10%, ja, die hebben pech, want die passen niet in die 90%. Dat is het dystopische verhaal. Ik hoop dat we voor het utopische kiezen mm -hmm. en daar zeggen, een deel van die tijdswinsten moeten teruggaan naar. Menselijk kapitaal en menselijke ondersteuning. In Nederland hebben ze het bestuursdecreet aangepast. En elke uh, lokaal bestuur of overheidsinstantie die een bepaalde dienst of een bepaalde dienstverlening uh, digitaliseert of auto automatiseert, die moet verplicht ook opleidingstrajecten en ondersteuningstrajecten opzetten. Daarnaast voor diegenen die niet mee zijn. Uh -huh. ja, Ik denk oké. dat dat inderdaad voor mij... Vanuit mijn, mijn onderzoek is dat ook een gegeven... Het ene kan niet zonder het andere. Je gaat altijd een deel hebben van je bevolking die niet mee is. En als je daar niet op inzet, dan zegt je eigenlijk heel doelbewust het kan me niet schelen, ik zet ze aan de kant. Ze maken voor mij part geen deel meer uit van de maatschappij. Aan de andere kant, het voorbeeld dat je geeft van AI in te zetten om zoals wat lief klare taal te creëren, als je dat kunt doen op het niveau van je overheid, maar ook bijvoorbeeld op het niveau van um, alles wat te maken heeft met wetgeving, alles wat te maken heeft met... Um, uh, verzekeringen en zo verder wat dat formulieren zijn waar heel veel mensen op vastlopen. Ja, dan is dat wel fantastisch, waar ook jongeren op vastlopen. Hè. Jongeren en formulieren, dat geeft het onderzoek van de koning Boudewijn Stichting ook aan. Jongeren en digitale dienstverlening, uh, dat loopt ook niet vlotjes, dat krijgen ze ook niet, uh, niet allemaal maar mee. Ja, dan hebben we wel een fantastische tool in handen om dat soort van dingen te doen en taal. We hebben het onderzoek dat we nu gedaan hebben in het kader van mensenrechten en digitalisering. Hebben we hebben een eerste case gedaan rond bank. Eh, 24 banken van Febelfin geanalyseerd in termen van hun digitaal karakter, van hun dienstverlening. En daar zie je dat taal eh, voor ja, inderdaad nieuwkomers bijvoorbeeld, zwaar problematisch is. Nou ja, als je daar kunt werken met AI-gedreven systemen die gewoon die vertaalslag maken van wat er op die bankapp staat of die bankwebsite. Ja, dat is fantastisch in termen van toegankelijkheid en inclusie. Dank jullie wel, Rob en Niels. Ik denk dat we hier nog heel lang zouden kunnen napraten, want het is ontzettend boeiend geweest. Heel veel succes nog. Fijn dat jullie erbij hebben gehad. Dank je wel. Mm -hmm. Graag gedaan. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Luister dan zeker onze andere afleveringen. Je vindt ze op sandboxvlaanderen.be of via jouw favoriete podcast-app. Tot hoors! Dit was een podcast van de Vlaamse Overheid.